Voor handelsminister Reshma Kuldeep Singh moet het er niet op gaan lijken alsof haar departement opvoedend bezig is met controle op ondernemers door de economische controledienst ECD. De bewindsvrouw zei gisteren aan journalisten dat er nu anders opgetreden zal worden bij overtredingen. Dus soms lijkt het erop alsof we opvoedend bezig moeten zijn. We zijn inderdaad continu in het veld. We hebben soms strategieën dat we soms waarschuwend bezig zijn. En daarna zien we als het niet lukt dat we dan weer hard optreden. We zijn de afgelopen 2 maanden echt waarschuwend, corrigerend bezig geweest. Omdat je niet onvriendelijk wilt zijn naar de ondernemers toe. Omdat het ministerie van Economische Zaken natuurlijk aan de ene kant het volk moet beschermen, maar aan de andere kant ook de ondernemer moet beschermen. Maar ik ga ervan uit, als ik u 2 maanden lang heb gewaarschuwd, oproepen heb gedaan, slechts boetes heb gegeven. En als het na 2 maanden niet lukt, dan ga ik de winkels gewoon sluiten met, ik zeg nog geen namen, ik zet initialen met het adres. De minister zegt verder dat stijging van de douanekoers een rol gaat spelen bij ondernemers die inkopen hebben gedaan tegen de verhoogde koers. Ze adviseert handelaren en ondernemers zich gewoon te houden aan de vergunningsvoorwaarden en dat alles dan goed verloopt.